Hallo allemaal, zijn we terug met de Tomos. De slooptomos? De slooptomos. Slooptomos. Hij ziet op zich prima uit, hij rijdt prima. Alleen hij is naar zo'n all-you-can-eat restaurant geweest, dus hij is lopen wokken. Hij heeft nu een wok. Dat is een beetje kut, heel vervelend bedoel ik. Waarom is hij gewokt? Waarom is hij gewokt? Ja, hij loopt iets te hard. Hoe hard heeft hij gelopen? Hij, op de GPS heeft hij 72 gehaald. Maar op de rollerbank had hij 63. 63 op de rollerbank. Geel kenteken, dan mag hij ongeveer 55. Je mag tot 55 loop je weg met niks. Ja. En ik had ook een beetje pech. Want Jacco heeft een keertje 13 km per uur te hard gehad of zo. En toen kreeg hij alleen de boete. Ik had 8 km per uur te hard. En bij mij gaan ze meteen een wok erbij. En boete. Ja. Dus we gaan zorgen dat hij gewoon weer 50 loopt. We gaan op zijn beuns. Op zijn beuns, ja. En hij moet even een beetje netjes gemaakt worden. Dus dit kapje even goed vastgemaakt worden, kapje aan de andere kant. Slakson, ja, als het kan iets anders gemonteerd worden of iets dergelijks. Montagekit of zo. We hebben van Tomos Handel hebben we 2 uitlaatjes mogen lenen. Ja. Heeft Jeremy vandaag opgehaald. Oh, komt de pruim zo uit de lucht vallen. Zo. Ja, nee, inderdaad. En we gaan hopen dat deze werkt. Dit is een standaard snoeruitlaatje voor een S25. Ja. Kijk dan wat een dunne piep dat is. En hier hebben we ook een standaard bromuitlaat. Ja. Hij zei ook dat deze echt fluisterstil is. Kijk. Want dat zei oma Gent ook even tegen mij. Ja, ik kan nog nu geluid niet meten, maar het maakt wel wat lawaai. Ja, dus de uitlaat moet stiller zijn, maar hier hebben we een openluchtfilter eigenlijk. Ja, daar komt ook wel wat geluid. En daar gaan we ook even wat voor beunen, want standaard luchtfilter dat past hier niet. Want het is een S25. Ja, een soort van A35, S25. Ja. Het is een oude meuk. Oud ding. Nou, we gaan even snel beginnen met dit vast maken, want dat is het makkelijkste. Nou, even kapje loshalen. Kijk. Top, hij is al wel goed vast. Ja, dat is belangrijk. Ja, het trilt helemaal los met dat ding. Hij is kapje eraf. Hij is wel een beetje warm. Ik weet niet hoe, want hij mag natuurlijk niet de weg op, dus ik zou hem niet meer hebben gereden of zo. Nee, we hebben hem achter in de Audi gelegd. Achter in de Audi gelegd, precies. En daar ging hij in één keer aan en vloog hij uit de auto. Precies. Nou, dan hebben we dit ding, dat hebben jullie al gezien in de vorige video. Dat is een soort van popnagel met schroefdraad erin. Dat kunnen we dan zo hier zo in maken. En dan kunnen we een M5 boutje gebruiken. Hieronder filmen. Mm-hmm. Het is heel donker jongens, want het gaat zo meteen hard regenen volgens mij. Dat idee heb ik ook. Nou, we drukken hem erin en dan kunnen we hem zo samen drukken als het goed is. Ja, kom Jacco. Oh, volgens mij is het al bijna. Ik ga naar de sportschool. Daar zit, dat is hem. Dan draaien we deze eruit. En dan hebben we, een gat voor een... een mooi boutje achtergelaten. Prachtig hè? Ja, dat is toch mooi? Ik vind het mooi. Ja, heb je mooi gedaan, Jacco. Dankjewel. Ja. Deze bedrading moeten we even netjes zo wegwerken, want oma Gent vindt dat ook niet zo leuk. Nee, dan moet even kijken of we een luchtfilter gaan doen. Ja, meneer Gent bij de RDW. Precies. Nou jongens, hebben we het volgende idee? Trouwens, het regent een beetje hard hier, het stormt. Zeiknat. Dat maakt niet uit. Maar maakt niet uit, we gaan door bij beunen. Kijk. We hebben hier dus ons nieuwe kapje, want mijn oude kapje was gewoon kapot gegaan. Hier is een nieuwe kapje. Dat gaan we vullen met wat peurschuim, dat het mooi past. Zo. Ja. En dan deze eromheen, joh. Ja, en dan is het legit, jongen. Picobello. Picobello, ja. En die oma Gent zou denken, wat, die draait een 1000 cc blok eronder, maar het werkt. Komt goed. Gaan we. Nou, een bloempotje, dingetje, plasticje. Dat heb ik geprepareerd, heb schoongemaakt, vet vrij gemaakt. Ja. En nou, ik heb even een boterhamzakje om het filter heen gedaan. Wat we precies willen doen, weet ik nog niet helemaal. Ja, vullen met puurschuim en dan... Ja, eigenlijk zullen we hem kunnen vullen en dan de filter eruit kunnen halen. Als het daadwerkelijk kan, dan moeten we nog zien. We gaan het in elk geval proberen, het is proberen waard. Ja. Ik heb hem even in de hoek vastgelegd, dat hij zo automos kan zo meteen. En dan gaan we zo meteen de helft vullen met het schuim. En dan kijken wat er gebeurt. Ja, we gaan het proberen. Even goed boven karton houden, denk ik. Ja. En dan. En dan daar dit. Ja. Ja. Dat is goed. Bijna de helft. Bijna de helft.
Ja. Zo, ik kom er een beetje onderuit, maar we gaan zien wat gaat gebeuren. Wacht, Jamie, gaan we even het uitlaatje losmaken, terwijl het curbschuim hier mooi en te hoog is. Gaan we uitharden. Kijk, het uitlaatje gaat eraf en dan dus ook de nieuwe erop. Zo, dit is de oude uitlaat en dit is de nieuwe oude snor. De nieuwe oude uitlaat. Is dat verschil dan? Eén van dikke piep en een ander klein duwtje. Ja. Dus ja, Jamie gaat hem even eronder gooien, zo boem. Ja. Zo, kijk, mooi dat chroom heen. Ja, lieve mensjes. En we hebben net even getest. Met het luchtfilter is in ieder geval open. Maar het is echt... Een stuk minder lawaai. Kun je hem starten? Ja, is goed. Ik start hem even. Eigenlijk al het geluid van het luchtfilter. Een testrondje maken, kijken wat hij nu doet. Kijken hoe hard hij loopt. Want dit is nog aan het drogen. Dus we gaan even zonder luchtfilter kijken hoe hard hij loopt met deze uitlaat. Ja. Zonder wijziging in de sproeier. Nou, het regent ook nog wel een beetje, dus ook nog waterkoeling. Ja, waterinjectie. Waterinjectie. En wat is de schade? Nou, hij loopt nu ongeveer 46, 47. Hij klimt heel langzaam. Maar ik denk als we hem weer op de rollerbank zetten, dan houden ze een paar seconden vast. Kijk. Dus, eerst liep hij makkelijk 65 op de GPS en nu met zo'n klein pijpje dan precies op 47. Dus ja. Ja, en die werd afgesteld, dus dat is ook lekker. Nee, daarom. Lekker. Dus nou, we zijn gelijk rollerbank ready eigenlijk al. Eigenlijk wel. Nou, even het kentekenplaat. Dat klinkt net... Heb je wel eens op je fiets gehad, zeg maar, zoiets dat je vaak hebt, net klonk alsof je maar motor rijden bent. Ja, ja, dat is nu de kenteken. Ja, nou, even fiets op bezit. Het gaat, hè. Nou, rij de auto maar naar binnen. Au. Oh, noodgaan, hè? Nee, niet noodgaan. Zo, om de kentekenplaat vast te houden. Hier even zo'n ding erin gezet. Ja, die onderste hebben dat niet. Maar ja, dat is natuurlijk wel chic als ze dat ook doen. Dus dat ga ik ook mee doen. Onder gebruikten we M6. Daar zijn die gaten ook, ook voor gemaakt. Best wel groot. Dus dan moeten we ook maar van die M6 van die dingen gebruiken. Dan moet het gat dan, dat is het, maatje 8 denk ik. Ja, dan moet die maat 8 geboord worden. Dus dat ga ik nu even doen. Maatje 8 past niet, kijk, nog steeds te klein gat. Dus we gaan maar 9 proberen met mijn schuifmaat kwijt. Dus moeten we maar gewoon proberen, kijken hoe ver we komen. Nou Jacco, wat zien we hier? Ja, hier gaan we die onderste gaan we nu vastmaken. Moet je even van de binnenkant kijken hoe mooi je dat kan zien. Ja, kun je mooi de focus erop leggen? Ja. Zien? Kijk wat er gebeurt als ik hem aan heb. Hè? Zie je dat? Ja, die komt doorheen. Een beetje zo. Kijk hoor. Beetje zo. Nu iets uitdraaien. Nog iets verder misschien. Kijk, dat is hem. Zo. Misschien in de toekomst even een nieuw kentekenplaatje aanvragen. Ja, maar voor dat nu... is voor later. Nou, nu kijken of dit nog past. Het stukje staal. Boah. Ja, kijk eens aan. Beautiful. Oh, so very beautiful. Kijk eens joh. En aan deze boven. Fits like glof, hè? Fits like glof. Fits like glof. Dit is wat we zeggen. To you. We hopen dat deze nog een beetje past. Natuurlijk past dit. Ja. Zo. En dan moet een beetje aandraaien. Kijk eens. Dan moet een andere aflevering even terugkomen met het vervolg van de luchtfilter. Ja, ja, dan moet er later wel terugkomen. Want wat willen we nu zeggen? Bedankt voor het kijken. Ja. Want jullie willen meer zien of dit ding überhaupt gekeurd wordt. Ja, dat is het. Gaan we dat ook filmen, Jacco? Natuurlijk. Ja, de RDW? Ik ga met jou mee hoor. Jij gaat met mij mee. Ik ga met jou mee. Ja. Ja, want
ja, dit soort video's natuurlijk bij jullie te krijgen. Moet je even duimpje omhoog doen. Moet je even abonneren. En de belletje aanzetten, zodat je weet wanneer de dingen... Wanneer deze Sloop Thomas weer op de weg mag. Ja, en dan zien jullie gauw terug. In de volgende. In de volgende. Doei.